de biodiversiteit van het Kuinderbos te versterken, doen en laten we veel dingen. En wat we ervoor doen is dat we bosranden openkappen. Dan komt het zonlicht op de grond, dan gaan kruiden en struiken groeien. We zetten beheersdieren in, paarden, koeien, schapen, die al knabbelend een half open landschap creëren. En daar profiteren juist insecten van, als vlinders en libellen. Het Kuinderbos is een van de drie Nederlandse libellenreservaten. We graven daar veel poelen en kreken voor. Die onderhouden we periodiek, zodat ze zich ook goed kunnen voortplanten. Er zijn bepaalde planten in het Kuinderbos extra belangrijk. Dat is koninginnenkruid. Dat is een kruid die bloeit in eind juli, begin augustus. En dat is een hele belangrijke nectarkroeg voor onze insecten. Voor mij zijn vlinders en libellen dansende juwelen waar ik zelf van geniet en waar ik anderen ook graag van laat genieten. Ik vind vlinders ontzettend leuk. Die vleugels, dat vliegt en dat ze zelfs enorme afstanden kunnen overbruggen. Zelfs van Marokko tot hier aan toe kunnen ze doorvliegen. Dat eigenlijk zo'n klein beestje eigenlijk tot zoveel in staat is, dat vind ik gewoon ontzettend boeiend aan vlinders. Ik ben vrijwilliger geworden omdat ik graag de natuurorganisaties wil helpen om hun gebieden nog aantrekkelijker te maken voor vlinders. Nog meer gevarieerd, nog meer bloemen. En op die manier niet alleen vlinders, maar ook hommels en bijen geholpen worden. Maar ook vogels en allerlei dieren daarin mee profiteren. Ik geef het stokje graag door aan de volgende organisatie.